Ja, de straf levenslang fascineerde mij heel erg. En ik vond het ook raar dat er nog geen boek is geschreven over de zwaarste straf in Nederland. En ook over een van de meest omstreden punten van het strafrecht. Van is levenslang nou wel levenslang? Gratie bestaat alleen op papier of is het echt? En ook het onomkeerbare van levenslang. Dat je nooit meer de baaiers uitkomt. Dat fascineerde mij wel. En waarom heb je juist deze vier zaken gepakt in je boek? Want er zijn meerdere zaken waarin levenslang is opgelegd. Waarom specifiek deze vier zaken? Nou, ik wilde een mix hebben van verschillende soorten zaken. Dus een krimizaak, een kindermoord, meervoudige moord. Eigenlijk verschillende soorten zaken. En deze spraken mij het meest aan. En ook omdat er een zaak bij zit waarvan je kunt zeggen, nou, er is nog een hoop onduidelijk. Wie is de opdrachtgever? Dat is in de Britse zaak van Sowerby. Wie is de opdrachtgever? Was de man die voor het is nou daadwerkelijk de schutter? En we hebben het over iemand die ook al eerder was veroordeeld voor tot levenslang. Dus twee keer levenslang. In één keer in Engeland, één keer in Nederland. Dus eigenlijk is het is een mix van allerlei zaken. En ik vond dat ook de meest aansprekende, heftigste zaken. En ik wilde recente zaken, dus sinds 2000. Oké, en zit er ook een gedachte achter de volgorde? Want ik heb het boek gelezen en voor mijn gevoel zit er een gedachte achter de volgorde. Ja, dat klopt. Ik wil eerst dat mensen zien dat je niet zomaar voor een gewone moord levenslang krijgt. Dat je echt wel hele zware dingen moet hebben gedaan. En daarom komen eerst hele heftige zaken aan bod, waarin vooral ook duidelijk is wie zijn de mensen die levenslang krijgen en wat hebben ze gedaan. Heel belangrijk vind ik gewoon ook de positie van de slachtoffers. Wat maak je mee? Hoe kijken ze terug? En het moet gewoon, het is natuurlijk ook het is vooral ook een lekker leesboek, dus er zitten gewoon spannende verhalen in. En later dan krijg je een beetje de andere kant van, het is niet alleen maar, het is niet zo leuk om levenslang te krijgen. En wat gebeurt er met iemand die levenslang krijgt? En alle discussie over de straf en de geschiedenis van de straf. Levenslang is dus levenslang, zoals je al zei. In Nederland, wij zijn geloof ik het enige land in Europa dat echt levenslang kent. Wij kennen in Nederland ook een long stay afdeling in de TBS klinieken. Kun je uitleggen wat het verschil is tussen een long stay afdeling en levenslang in de gevangenis? Nou ja, TBS is voor mensen die ontoerekeningsvatbaar zijn geacht, zeg maar geestelijk zieke mensen. Die komen op de TBS. En mensen die toerekeningsvatbaar zijn, die kunnen bestraft worden, die kunnen straf krijgen en die kunnen levenslang krijgen. Dus er is een verschil, zeg maar. De patiënten komen terecht bij TBS. Het is wel zo dat er TBS'ers zijn die TBS hebben gehad, vrij zijn gekomen, moorden hebben gepleegd en daarna op zijn gesloten tot levenslang. Dat gebeurt ook. Er zitten meerdere oud-TBS'ers vast. Kijk, wat heel erg opvalt is dat je bij de TBS, daar kijkt een rechter altijd op een vaste periode of de TBS wordt verlengd. En het rare is dat bij levenslang gestraften niet gebeurt. En normaal gesproken dan zegt de rechter, goh, moet hij nog een jaar of twee jaar langer blijven. En bij levenslange gestraften gebeurt dat niet. Gebeurde vroeger wel, maar dat gebeurt nu niet meer. In je boek beschrijf je hoe de Telegraaf in 2000, als ik me niet vergis, tegen de mediacode in een ongebalkte foto plaatst van Jan S. Die komt in je boek ook duidelijk naar voren. Met de komst van bijvoorbeeld Geen Stijl, ongeveer 10 jaar later, is die mediacode tegenwoordig hot. Want hij is achterhaald gezien alle social media en al dat soort dingen. Wat is jouw mening hierover als journalist? Ja. Ik heb er laatst ook nog een column over geschreven, over strafkorting door media-aandacht. Ik vind het is eigenlijk niet meer aan de orde. Het is nou eenmaal gebeurd, of het nou goed is of niet. Tegenwoordig door alle social media kun je heel snel beschikken over iemands privégegevens. Die worden op internet gedonderd. En ik schrok ook een paar jaar geleden nog van hoe snel foto's van verdachten worden geplaatst. En er zijn verschrikkelijk veel gevaarlijke neveneffecten. Ik bedoel, je kunt de verkeerde pakken, iemand kan gelinched worden. Je verliest je identiteit, maar het is nou eenmaal zo. Het is onomkeerbaar. Ik vind dat je heel voorzichtig moet zijn als media. Van weet je wel zeker dat we missen en realiseer je wat de consequenties kunnen zijn. Maar het is een onomkeerbaar proces. En we kunnen er wel alles van vinden, maar het is nou eenmaal zo. Volgens Huub Evers, media-ethicus, zouden kranten moeten berichten en niet berechten. Vind jij dat kranten dat doen? Nou, ik vind niet dat. Ja,
in het algemeen. Er zijn media die dat doen, die heel snel zeggen, kijk eens hier, hè, ik bedoel, we kennen geen stijl. Er is wat minder terughoudendheid. Maar dat is ook een beetje van nu. En ik denk niet dat alle media dat doen. Ik denk dat heel veel media nog steeds gelukkig heel veel terughoudendheid betrachten. Ja, het heeft ook heel veel effect op de maatschappij. Hoe meer er in de media last komt, hoe meer mening de maatschappij daar ook over heeft. Ja. Mag een rechter naar jouw oordeel daar zijn uitspraak mede door laten afhandelen? Ja, dat is heel moeilijk. Kijk, een rechter wordt altijd beïnvloed door het geluid in de maatschappij. Dat is onzin om te zeggen dat niet zo is. Een rechter moet altijd kijken naar de persoonlijke omstandigheden, naar de zaak en onafhankelijk oordelen. Maar het gebeurt toch. En kijk, aan de ene kant zegt de rechter ook, heeft het over de impact van een misdaad op de maatschappij. En als die impact groot is, wordt er zwaarder gestraft. Ja, dus moet je het ook wel mee laten wegen. Tussen 2000 en 2010 ontstond er bijna een hoos aan levenslang veroordelingen. Heeft dat een reden? Want in die periode is het aantal zware misdrijven juist afgenomen. Je ziet dat na 2000 het aantal moorden keihard daalt, met 30% ongeveer. We zitten nu gemiddeld op 170. Mensen denken vaak dat er 500 moorden of 1000 moorden per jaar worden gepleegd. Dat is echt onzin. Maar tegelijkertijd zie je een grote stijging van het aantal opleggingen. En ik denk dat daar drie redenen voor zijn. Dat is de opkomst van sociale media, internet, waardoor de impact van crime veel groter is. Je ziet een moord op één dag wel 10 keer voorbij komen. Opkomst van de populistische partijen, de roep om harde straf in de maatschappij. En de groeiende rol van het slachtoffer in het strafproces. Als je een slachtoffer een verklaring hoort voorlezen, ja, dat gaat door merg en been. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ja, is het juist niet daarom dat een rechter objectief naar de straf moet kijken, want voor iedereen, voor elk slachtoffer en elke nabestaande is geen straf te hoog. Daar word ik ook zo moe van. Tegenwoordig wordt bij iedere moord wordt al levenslang geroepen. Ik bedoel, het lijkt wel een beetje of het inflatiegevoelig is, die straf. Maar ik vind, een rechter moet altijd genuanceerd, rustig kijken. En je zag bijvoorbeeld bij een moord op Pim Fortuyn. Dat is een enkelvoudige moord, een man zonder zwaar verleden. Daar wordt eigenlijk heel consequent gewoon geen levenslang opgelegd. En daar is een rechter dus eigenlijk heel cool en laat zich niet beïnvloeden door allerlei dingen in de maatschappij. Ja, en hoe kijk je dan aan tegen de huidige discussie daarover? Een tijd terug was het zo dat, waar we het net over hadden, tussen 2000 en 2010 nam het aantal opleggingen juist toe, terwijl het aantal zware misdrijven afnam. Nu hoor je juist weer heel veel dat levenslang überhaupt niet meer bestaat. Ja. Het lijkt een soort. Ik vind dat levenslang wel moet blijven staan. Ik vind levenslang een hele belangrijke straf. Er zijn mensen die hebben het verbruikt en die zijn levensgevaarlijk. Ik koop persoonlijk niet zo heel veel voor vergelding. Met de slachtoffers die ik heb gesproken, die hebben een hele nadrukkelijke stem in mijn boek. De slachtoffers vinden vergelding wel belangrijk. Ik vind vooral bescherming van de maatschappij belangrijk. En als iemand levensgevaarlijk is, ook al is hij 80, dan moet je hem nog in de baas houden. Ja, dat is dus een hele duidelijke mening. Ik hoef je dus niet meer te vragen wat jouw mening is, want die heb je gegeven. Ja. Heb je ook een bedoeling gehad met dit boek, anders dan je persoonlijke motivatie? Ik wil natuurlijk een boek schrijven wat lekker is om te lezen en wat veel vertelt over wat misdaad doet met mensen. Maar ook om mensen een genuanceerd beeld bij te brengen van straf en misdaad. Dus daarom krijg je ook eerst gruwelijke verhalen horen en wat het met nabestaanden doet. Maar ook wel het andere beeld van hoe is het om levenslang in de bak te zitten en wat is er allemaal mis met deze straf in Nederland. Je beschrijft heel mooi in je boek dat wat je net zei, de mensen die het gewoon inderdaad verbruikt hebben. Ja. En dat komt naar mijn mening heel mooi in je boek naar voren. En sowieso alle aspecten eigenlijk. Ik vind het echt een fantastisch boek, als ik heel eerlijk ben. Mooi. En de vraag is ook, kunnen we nog meer van jouw hand verwachten? Ja, het is vrij verslavend om aan een boek te werken. Ik heb er eentje geschreven dat ik me voorgenomen om niet nog een keer te gaan schrijven, want het kost me vrij veel tijd. Maar ik heb nou dit gedaan en ik ga wel iets nieuws. En het is een vrij bijzonder project. Ik ga het nu nog eens over vertellen, maar ik beloof dat ik het zodra het kan, dat ik het uitgebreid zal toelichten.